Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben opnieuw aandacht besteed aan de Nederlandse samenleving door een groep mensen te ontvangen die betrokken zijn bij de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Vertegenwoordigers van diverse Nederlandse organisaties en maatschappelijke groepen sloten aan bij het gesprek met het koningspaar. In de Witte Eetzaal van Paleishuis ten Bos organiseerden Koning Willem Alexander en Koningin Maxima een belangrijke bijeenkomst die niet van tevoren was aangekondigd. Tijdens dit gesprek lag de focus op de impact van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten op het leven van mensen in Nederland, zoals gemeld door de Rijksvoorlichtingsdienst. Er werd gesproken over manieren om wederzijds begrip in Nederland te bevorderen, met respect voor de gevoelens van iedereen. Vorige maand had koning Willem-Alexander zich al uitgesproken over de situatie na een staatsbezoek aan Zuid-Afrika, waarbij hij benadrukte dat dialoog en gesprekken essentieel zijn. Hij riep op tot voortdurende communicatie, zelfs als men het niet met elkaar eens is. En waarschuwde tegen polarisatie en verdeeldheid. Voor dit belangrijke gesprek koos koningin Maxima voor een outfit van het Belgische modehuis Nathan. Haar kleding was bewust ingetogen, zonder opvallende kleuren om de aandacht niet af te leiden van de inhoud. Wat opviel was de combinatie van een top met wijde mouwen en een wijde pantalon, beide met een ruitmotief. Een gedurfde keuze, maar koningin Maxima wist het te dragen met stijl.